Hallo chauffeurs, vandaag wil ik jullie uitleggen wanneer je wel of wanneer je niet met autoscoop mag rijden. Heel veel bedrijven, heel veel chauffeurs gebruiken autoscoop voor het rijden op het eigen terrein en dan wel het rijden zonder kaart. Want rijden zonder kaart is dus autoscoop rijden. Wanneer mag het absoluut niet? Als je als chauffeur zijnde in je dienst zit en je komt ergens aan bij een klant of wat dan ook, mag je niet tussendoor je kaart eruit trekken, de tachograaf autoscoop zetten om een verplaatsing te doen, vervolgens weer je kaart in de tachograaf steken en verder rijden. Daar staan hoge boetes op. Autoscoop is puur bedoeld voor iemand anders dan de chauffeur, dus een wagenparkmanager of iemand die aan het rangeren is op het terrein, om op een bepaald moment de truck te verplaatsen, ook op het eigen terrein. Ik zal jullie zo laten zien hoe je autoscoop in kunt stellen in je vrachtauto, in je tachograaf. En veel bedrijven hanteren voor hun eigen beleid en hun eigen chauffeurs, als je aan het eind van de rit terugkomt en je zet de vrachtwagen op je eigen terrein, zet hem standaard out of scope. Gaat er s'avonds toch iemand een klein stuk mee rijden om hem te verplaatsen of om je oplegger op te koppelen, dan zit je in ieder geval qua registratie goed. Wanneer mag je nog meer autoscoop rijden? Onze monteurs, als zij een rit gaan maken voor een technische controle of een eiking voor de tachograaf, dan rijden zij ook vaak autoscoop. Zorg er dus voor, als je bij de garage bent geweest en er is autoscoop gereden, dat je een verklaring bij hebt. Wij zullen als dealervestiging altijd zorgen dat een nette autoscoopverklaring voor jullie uitgeprint wordt en dat je die kunt meenemen. Uiteraard in Nederland kunnen we vaak goed de vertaling hebben met de controlerende instanties, maar als je in Frankrijk of in Spanje of in Italië rijdt, probeer dan maar eens uit te leggen dat er iemand op het terrein autoscoop heeft gereden. Ten laatste, zou je in een strooidienst rijden, hè, met slechte weersomstandigheden, dan zijn er andere regels van toepassing. En deze regels zijn wel erg belangrijk om te weten, want als je dan autoscoop gaat rijden, moet je nog steeds bij je volgende dienst handmatig in de tachograaf invoeren dat je diensttijd hebt gehad. En dan ga ik jullie nu laten zien hoe je hem autoscoop kunt zetten. We zitten in de truck. Ik heb mijn bestuurderskaart nog niet in de tachograaf gedaan. Dat kan ook niet als ik hem autoscoop wil zetten. Dus ik zal nu laten zien hoe je hem autoscoop zet. Door op OK te drukken ga ik het menu in. En door met de pijltjestoets naar beneden te drukken ga ik zoeken naar invoer voertuig. Als ik hier weer op OK druk, zie ik oud begin knipperen. Door dit te bevestigen, oké, wordt de invoer opgeslagen. Met de pijltjestoets naar links kan ik het hoofdmenu verlaten. En in het hoofddisplay zie je nu oud staan. Dat betekent out of scope is nu ingeschakeld. Het uitschakelen van out of scope is niet per se nodig. Want als ik mijn bestuurderskaart pak en invoer in de tachograaf, zal die automatisch het autoscoop gaan uitschakelen. Doe er je voordeel mee en zorg ervoor dat je geen bekeuringen krijgt voor dit soort akkefietjes met de tachograaf. Succes!